Daar, die tribune, daarachter was het vroeger. Het hek was zo hoog. En dan kwam ik van school gefietst en dan keek ik even over het randje. Oh, daar zag ik de grasmat. Ik denk, als ik daar ooit zou kunnen voetballen. Hij is een adviseur op de achtergrond. Maar de invloed van Guus Hiddink bij de Graafschap is niet te onderschatten. Hiddink werkte samen met andere aandeelhouders onder meer een miljoenenschuld weg. Op alle fronten praat hij nu mee over het beleid. Meer dan ooit is hij terug bij de superboeren. Daar, die tribune, daarachter was het vroeger. Het hek was zo hoog. En dan kwam ik van school gefietst en dan keek ik even over het randje. Oh, daar zag ik de grasmat. Ik denk, als ik daar ooit zou kunnen voetballen. En ruim 50 jaar later is Hiddink weer zeer regelmatig terug in de Achterhoek. Ook bij de Graafschap, soms wel 4 dagen in de week. Dat zegt zeker iets, omdat ik graag kom. Ik kan mijn kinderen nog even bezoeken. Dat vind ik ook altijd wel even leuk. Het heeft ook een andere reden. Ze hebben mij gevraagd met een aantal mensen van, we gaan even niet zo goed afgelopen jaar. Denk even mee alsjeblieft. En zijn terugkeer wordt bejubeld, zelfs door de tegenstander van gisteravond. Guus is een goede promotie voor de Graafschap. Zeg ik als Groningen supporter. Het zou heel mooi zijn als al die adviezen die hij geeft, als dat ook uitgevoerd gaat worden. Hij kent natuurlijk ontzettend veel mensen en het zou heel mooi zijn als hij ergens, ik noem maar wat, een spits zou weten. Voor de club vind ik het geweldig dat een prominente Achterhoeker, die ook in het voetbal wat betekend heeft, hier gewoon aanwezig is. Hiddinks wens is een nieuwe trainingsaccommodatie. Het huidige complex vindt hij verouderd, niet meer van deze tijd. En dat is, vind ik, een mooi project, want dan kun je, als je daar een beetje de moderne verbouwingen gaat maken, dan kun je ook veel meer eisen van de spelers, van de technische staf, van iedereen die daar werkt. De Graafschap is met Hiddink volop in gesprek met de gemeente voor vergunningen. Het is de bedoeling dat het complex zelfs zijn naam krijgt.